Het is vandaag vrijdag 2 februari. Kijkers en luisteraars, we bieden onze verontschuldigingen aan voor het feit dat we dus 2 minuten later zijn gestart met deze Martin Takkie. We moeten ons aan onze afspraken houden die we met u hebben, dat we om 8 uur beginnen, onze verontschuldiging. We groeten onze internetluisteraars via www.radiosrs.sr. Onze luisteraars die het allemaal volgen via de 96.3 en ook nog u als kijker kanaal 8.1. Wat is het nieuws eigenlijk? En ik moet u aangeven dat onze oostelijke grens, en daar hebben we het over district Marowijne, volop in de belangstelling is. En het heeft allemaal te maken met de projecten die daar worden uitgevoerd door de Surinaamse, door de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Gisteren heel veel bedrijvigheid daar. We hebben dan ook gesproken met het diensthoofd van SWM te Marowijne. Het heet officieel hoofd van SWM vestiging Oost. En dat is dan de heer Clyde Sengwai. Het heeft te maken met dat van het opvoeren van de capaciteit om drinkwater daar te hebben in het district Marowijne. We hebben het over Albina in eerste instantie en dan ook over Pierre Condré, waar er werkzaamheden worden uitgevoerd. De watercapaciteit, er is een grote tank, een opslagtank, die is vergroot eigenlijk van 250 kuub. Naar 350 kubieke meters. We gaan naar dat fragment dat we eerder hebben uitgezonden in het journaal. Maar we vinden het toch wel van belang dat u deelgenoot ervan bent in deze Martin Takkie. Het is zeer belangrijk omdat als je geen opslagplaats hebt voor het water, kan je niet veel water distribueren. Dus dit bepaalt de druk, dit gaat mede de druk bepalen in het net. Doordat we veel voldoende water opslaan, kunnen we voldoende water verpompen naar de mensen. De behoefte is groot geworden. We hebben aan uitbreidingen gedaan. En we hebben ook overgenomen de NH-gebieden, de omliggende dorpen van Albina. En ook helemaal op Alfonsdorp. Nu hebben wij ook een programma dat wij uit gaan breiden naar richting Mungotapu. Maar allereerst bij het kamp van Ronnie Brunswijk moeder. Daar willen wij de komende week alvast gaan kijken hoe onze druk in de buurt is, zodat wij ook water aan die kamp kunnen geven. En ook in het centrum hebben wij die oude AC-buizen vervangen. Dat betekent dat wij meer water nodig gaan hebben, want we moeten onze druk opvoeren, zodat de mensen betere drukken krijgen thuis. Hallo, dat Pierre Condré nog zonder water. De buizen, maar water en kooi naar buis. En dat is jaren, dat betekent zo ongeveer. Ten aan we echt continu drinkwater uit de kraan. We vinden het natuurlijk wat boem, wat boos aan niet, want echt, jullie klibis maar je hebt drinkwater van Hudo. Dat naar de basis zijn niet zo'n libis maar van Hudo naar water, dat zeker. Dus alle fasie we breedie, liever te laat dan nooit. Dus echt we breedie. Dat kun je uiteindelijk aan water ook kunnen, volop, optimaal. Ja, en dat zei dan Louis Biswane. En dat ben de of de ingebrada funusa etang Serifina Pierre Condré. Hij is de basha van Pierre Condré. En daarvoor hebt u dan ook gehoord en gezien in beeld de heer Clyde Sengwai. Hij is diensthoofd daar van de SWM in het district Marowijne. Dat heet officieel vestiging Oost. We hebben nog meer uit de heer Sengwai kunnen halen, want er komen nog meer projecten. Meer projecten zullen worden uitgevoerd om de drinkwatervoorziening in het district Marowijne te garanderen en zelfs op te voeren. We gaan terug naar de heer Sengwai. Nu zijn we langs de weg naar Pierre Condré, dorp waar we nu gezond drinkwater voor brengen. De mannen van mij, achter mij, ziet u dat ze heel druk bezig zijn met de aansluiting van aanleggen van de buizen in de grond. Dat betekent dat wij in pakweg ongeveer 60 dagen hebben wij uitgetrokken. Voor dit project binnen 60 dagen hebben wij gezond drinkwater gebracht voor de mensen van Pierre Condré. Aansluiten, aanleggen. Binnen die 60 dagen hebben we dat al reeds gedaan, denken we.
We hebben daar alvast 60 dagen uitgetrokken voor dit project. Na Bilokondre, wat is dan uw volgende, wat is dan het volgende dorp? Dus na Pierre-Condre, zoals ik eerder had aangegeven, gaan wij het dorp Bilokondre aansluiten. En daar is ongeveer een 200 tot 300 aansluitingen. En daar gaan wij ook over pakweg misschien 10 dagen aansluiten en aanleggen en aansluiten. Behalve Pierre-Condre en Bilokondre, hoeveel dorpen binnen dus niet Marowijne zelf, maar Albina zelf, moeten nog over drinkwater beschikken? Rondom Albina heb je de dorpen Marijkendorp, Pierre-Condre, Tapuku en Irrawaddy. We hebben al aangesloten bij Pierre-Condre. Marijkendorp is al aangesloten aan ons net. Tapuku is al aangesloten aan ons net. Rest nog Pierre-Condre, waar we nu bezig zijn. En Bilokondre. En Papatam. Voor Papatam hebben we de voorbereidingen al getroffen. Voorwerk is al gedaan. We hebben begroting al gemaakt. Dus nu is het wachten op de financiering. Dat is op het bord van de directeur. Directeur Oosterling is bezig met de financiën om te kijken hoe wij dat project kunnen financieren. En daarna gaan we richting Mungo, richting Mungo hebben we Alfonsdorp, daar hebben we al aangesloten. We hebben langs de weg ook Mungo Tapu. Dus over Mungo Tapu kunnen we nog geen uitspraken doen, omdat we bezig zijn met het onderzoek naar daar of wij vanuit Albina ook water kunnen distribueren via onze leiding naar Mungo Tapu. Wat wij nu doen voor de scholen, leveren we wel water met onze watertruck. Ligt het ook in de bedoeling om de scholen ook op het netwerk aan te sluiten? Ja, zodra we het dorp aansluiten, nemen we alles gelijk mee. Ja. Maar onze lange termijn visie is dat wij, laat me ook aangeven dat wij een nieuw station krijgen op Mungo, langs de Kotika rivier, gefinancierd door de Fransen. Het project is al begonnen, we zijn in de ontwerpfase. Vandaag moeten we onze op- en aanmerking sturen naar de consultant, wat onze op- en aanmerking zijn met betrekking tot het ontwerp zelf. Dus dat gaan we vandaag opsturen. En ik denk dat wanneer zo'n station helemaal afgebouwd is, gaan wij de omliggende dorpen ook van Mungo, gaan wij ook gezond drinkwater brengen voor de omliggende dorpen van Mungo, zoals Rikanaungofo, Benatimofo, Abadu, Akalekondre en tot helemaal op Ovia Olo gaan wij gezond drinkwater voor de mensen brengen. Omdat het beleid van deze directeur Oosterling, is dat wij gezond drinkwater moeten brengen naar overal in het district Marowijne, waar mensen leven en gezond drinkwater ontberen. En wij moeten de mensen dan voorzien in hun basisbehoeften. En mijn laatste vraag is toch wel dit. Bij het werk heb je sowieso uitdagingen. Wat zijn de uitdagingen waarmee u die u te maken krijgt? De uitdagingen zijn divers. Je hebt een aantal klanten die nooit tevreden zijn, begrijpt u? En voor die klanten wil ik mij extra inzetten samen met mijn medewerkers om aan hun verwachting te kunnen voldoen. Die verwachtingen zijn divers. We verschillen van mens tot mens. Wat goed voor jou is, hoeft niet goed voor mij te zijn. Dus dat zijn de zaken waarmee we bezig zijn. Je hebt mensen die een van die problemen wat we ook hebben, is dat de mensen van het district niet naar de SWM komen met hun klachten. Ze kiezen liever voor social media of via een mediabedrijf hun misnoegen uiten. Terwijl je bij het instantie moet komen, bij de SWM moet komen met je klacht, zodat wij gericht kunnen werken naar een oplossing voor het probleem. Maar als je voor social media kiest, ik kan het waarnemen en zeggen van, oh, want ik speel in op alle klachten. Dan kan ik via social media kijken van, oh, daar zo'n buurt woont zo iemand, als ik het tenminste ken. Dan stuur ik mijn mannetje naar daar om te gaan kijken wat het probleem is in zo'n buurt. Want wij hebben een verantwoordelijkheid. Wij moeten gezond drinkwater eenmaal 24 uur leveren voor de mensen. Dus wij laten niets aan het toeval over dat mensen vuil water moeten krijgen of zo. Maar vaak ligt het ook aan de opslagtanken van die mensen. Als je een opslagtank hebt, want nu is onze druk niet wat het moet zijn. Ik heb je al eerder gezegd, met die tank, die 350 kub tank, die nieuwe tank die we nu hebben gemaakt, gaat een opslagcapaciteit van 350 kub hebben. En daarmee gaan we voldoende water opslaan
om overal hier op Albina van goede drukwater bij de kraan te kunnen voorzien. Dus er zijn uitdagingen, zoals ik eerder heb gezegd, maar we gaan ervoor. We gaan ervoor. We gaan niet uit de weg voor de uitdagingen. En in Mantentaki besteden we dan ook aandacht aan het goede werk dat er wordt gedaan door de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. En in dit geval gaat het dan om het district Marowijne. Veel gedaan aan kartkennis. Vele namen hebt u ook gehoord vandaag. Rika Nomo voor Pierre Condré. Een aantal van de namen zijn er genoemd. En misschien woont u in Nikeri en kent u... hebt u dan misschien voor het eerst gehoord van de namen? Denk ik niet. Want op de Glo-scholen, de Mulo-scholen, hebben we dat toch wel geleerd. Maar misschien was het u ontgaan. U kunt dan kaartkennis opfrissen en dan misschien de Surinaamse kaart erbij pakken om te kijken waar deze gebieden eigenlijk liggen hier in ons land en dan wel in het district Marowijne. Eerder sprak de heer Sengwai in dat interview over gebieden die zijn overgenomen van NH. Dat is dan natuurlijke hulpbronnen. En misschien fronst u hier liever de wenkbrauwen van waarover heeft hij het nou. In der tijd, enkele jaren terug was dat dan zo, ook in de omliggende gebieden in de rand Paramaribo, Wanica en ook in andere districten was het dan zo dat de dienst watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen verantwoordelijk was voor de waterdistributie in de verschillende districten waar dus SWM nog geen toegang had. Nu is alles dan gaan veranderen en zijn deze gebieden dan overgedragen aan de SWM. En dan moet de SWM ervoor zorgen dat er veilig en gezond drinkwater komt uit de kraan. En daarmee is men dan bezig in de verschillende districten en dan zo ook in het district Marowijne. We hebben het dus gade geslagen wat er gebeurt. Een nieuwe opslagtank met veel meer mogelijkheden. En ook nog de verschillende projecten die er worden uitgevoerd in dat deel van Suriname. We gaan naar onze eerste clip voor vandaag, dat we voor u hebben geselecteerd. En daarna ben ik bij u terug met gasten die we voor vandaag hebben uitgenodigd. Om te praten over nog meer personen die men wil interesseren om bloed te geven voor het goede doel, bloed te geven voor de mens in nood. We hebben zo meteen nog meer informatie voor u en dat gaat dan om dat nieuws dat internationaal voor ons wordt gebracht. 18 mensen zijn in het centrum van de Chinese stad Shanghai gewond geraakt. En dat nadat een bestelbus op hen heeft ingereden. En daarnaast krijgen we dan ook nog nieuws vanuit Zuid-Afrika. Want die wordt getroffen door een extreme droogte. En dan heeft men ook gebrek aan veilig drinkwater in Zuid-Afrika. Zometeen krijgt u dus meer hierover in deze Mantentaki. Een tijdje terug is het aangekondigd. En dat is dus de werving van personen om om bloed te geven bij de Nationale Bloedbank. Men moet zich aanmelden en we willen toch weten wat de statistieken nu aangeven. Is dat werkelijk gebeurd? Heeft men zich aangemeld? En hoe zit dat allemaal? We hebben vandaag mevrouw Marlies Oberg van de Nationale Bloedbank. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. En ook nog Melissa Hafait van Rotaract. Ja. Oké, kunt u het verband hier liever uitleggen, mevrouw Oberg, waarom Melissa erbij is? Nee, het is juist omgekeerd. Wij zijn in het programma van de Rotaract. Oh, jullie zijn beide in het programma van de Rotaract. Ja. Oké, Melissa, leg me dat uit. Het is namelijk zo dat Rotaract Suriname, dat bestaat dus uit drie clubs, Genesis, Paramaribo en Fresh, in samenwerking met de Nationale Bloedbank en het Surinaamse Rode Kruis. Dus deze werving eigenlijk, we zijn bezig met een blood drive. Mm. En dat wil dus zeggen dat we actief op zoek gaan dus naar nieuwe donoren en natuurlijk de oude donoren die er dus waren, weer ertoe bewegen om opnieuw bloed te geven. Oké, dan wil ik van u weten, binnen de gelederen, is men al daar begonnen met de werving? Ja, natuurlijk. En hoeveel hebben zich aangediend? Natuurlijk, ik kan helaas geen cijfers geven. Ja. Maar ik weet van mezelf, ik ben onder andere ook dus één die zich aangemeld heeft opnieuw.
En natuurlijk ook andere leden die zich hebben aangemeld om alvast hun bloed te laten testen. Ja, nu wil ik toch weten, van waar eigenlijk dat gegeven, dat, die ingeving van nou laten we dit doen? Nou, we zijn slechts een klein deel in een groter geheel, zoals ik al eerder heb gezegd. De Rotaract bestaat dus uit, of het is een internationale organisatie. Ja. En vanuit het districtbestuur, dat wil zeggen dus district 7030, is het onderdeel waar wij toe behoren. Er zijn ongeveer 17 landen, bijna 50 clubs, om het de cijfers ten goede, die dus tot dit district behoren. En vanuit het district is er dus geen opdracht, maar een verzoek gedaan dat we dus een bepaald project. Je hebt projecten die dus over het jaar worden uitgezet vanuit het district en je mag dus tussen haakjes de projecten nabootsen. En dit onder andere is dus zo'n initiatief. Het wordt binnen ons district en andere districten, en dan denk ik aan de British Virgin Islands, om het gewoon te zeggen, die zitten dus niet binnen ons. Landen die binnen ons district vallen, Guyana, Frans Guyana, Grenada. Het is gewoon een klein dus voorbeeld. Dus allemaal doen hetzelfde project? Die doen dus een soort gelijk. Allemaal een bloedproject. Ja. De activiteiten eromheen zullen verschillen, maar allemaal zijn dus bezig met de werving. Ja, en dan zit ik me zo af te vragen, mevrouw Marlies Oberg. Van dit initiatief greep u dan ook aan? Natuurlijk, ja. We zijn heel blij met dit initiatief, omdat we zo de zaak kunnen aanvullen. Vooral de bloeddonoren, want we hadden vorig jaar een terugval voor wat betreft de bestaande donoren. En we hebben wel, ik mag dit wel zeggen, we hebben wel een toename van nieuwe donoren. Dus dat is wel een dus een bedoelt met nieuw van de personen die voor het eerst? Voor het eerst, ja. Door het proces heen gaan. Ja. U moet door een proces heen gaan? Natuurlijk. Kunt u dat hier even uitleggen? Oké. Okay. Dus voor je in het proces komt, meld je aan met je ID. En je gaat dus, je wordt even medisch gekeurd. Je moet dan een formulier invullen. Altijd naar waarheid, want dat is het enige dus om andere mensen, dus levens te redden. Je moet 18 jaar zijn, tussen 18 en 55 wil je de eerste keer dus bloed doneren. En dan mag je dus door doneren tot 70, tot je 70ste jaar. Je moet minimaal 50 kilo wegen en een gezonde levenswijze hebben. Een gezonde levenswijze, horen daar vaker precies over. Wat wordt in dit verband daarmee bedoeld? Een gezonde levenswijze? Je moet niet ziek zijn. Je moet niet ziek zijn en je gewoon houden aan de regels. Daar praat ik bijvoorbeeld aan één partner, toch? Dat is ook een van de risico's. En niet naar het malariagebied zijn geweest. En als je bent geweest, het gewoon eerlijk toegeven, dan zetten we je op de uitstel. Maar atras en heb je ook toe inom smokken, inom dringen? Dat is niet als zodanig inbegrepen. Natuurlijk mag je roken en drinken, maar met een gezonde levensstijl bedoelen we dat je niet ziek moet zijn. Je moet echt gezond, want jouw bloed wordt gebruikt als medicijn voor de medemens. Dus je moet er bovenop staan. Ja. Wil je dan velen hebben toch wel zo hun vraagtekens hoor. Dan hoor je van wat is gezonde levensstijl? Moet ik vegetariër zijn? Minom nyam miti. Met dat in het mijn leefgewoonten, mijn eetgewoonten zijn toch wel anders. Word ik geaccepteerd? Natuurlijk. Dus daarom kom je, wanneer je komt, ga je door. Je hebt dus een vragenlijst die je invult en dan gaan we het samen met je doornemen. Want bijvoorbeeld de bloeddrukpatiënten en de diabetici mogen gewoon geven, maar er zijn dus regels aan verbonden. Gezond, nogmaals, je moet gezond zijn, wil je je medemens helpen. Ja. Het is algemeen. En dat wordt wel goed uitgelegd wanneer natuurlijk, men komt. Natuurlijk, sowieso. Ja. Dan Melissa Hafait, ik noem je bij voornaam, het mag toch? Mag, ja. Melissa, zo'n wervingsproces, kost dat geld? Nou, natuurlijk kost dat geld. Zeker voor social media, want je wilt zoveel als mogelijk mensen bereiken. Dus we hebben gemeend als alle drie clubs om wat bij elkaar te zetten om dit dus volledig te vinden.
Ja. Cijferdetails. Cijferdetails. Voor mij weggelegd, okay. Jammer genoeg. Toch maar valt het op hoor. Dat niet alleen Suriname kampt met dit probleem. Maar dat de overige landen ook in onze regio, we kijken naar onze nabije regio, dat men het geen stormloop is om naar een bloedbank te gaan, in dit geval naar de Nationale Bloedbank, om bloed af te geven of te geven. Waarom ligt het eigenlijk? Wat moeten we nog meer doen om dat proces? Er zijn scala van redenen, dus economische toestanden. En eigenlijk is het een vrije keus die je maakt. Ja. Wat zet je er bovenop om dus donor te worden? En van deze plaats uit wil ik natuurlijk vooral de mensen die al donor zijn en die nog van plan zijn, heel hartelijk bedanken, want het is een hele grote effort om dit te doen. En daarom dus de oproep. Ja, we hebben dan ook, we kijken ook naar films en we weten niet of dat zo is hoor. We moeten dat dan ook nagaan. Dat men in andere landen, ontwikkelde landen, dat men daar wel degene die bloed doneert, dat er daarvoor wordt betaald. Is dat zo? Kunnen we dat ook in Suriname doen? Nee, dat kunnen we hier in Suriname niet doen. En waarom niet? De kosten om vanaf de donoroproep, de onderhoud, de testen, onderhoud van de apparaten, hele dure apparaten. Steriele materiaal, dat is een hele dure, is een dure organisatie. Met die verstande dat je daarover tegenover hebt, de garantie van je kwaliteit en veilig bloed leveren. Ja. Dus om dat in te vullen heb je dus de vrijwillige donoren nodig. Ja, dus we zullen het daar zo moeten doen. Ja, vrijwillige sowieso. Donoren in Suriname. En eigenlijk gaat het om je medemenselijkheid. Ja. Moet je tonen. Dat is het allerhoogste. Ja, hoe zit het met onze medemenselijkheid, Melissa? Nou, ik zit in een... Bij de Rotaract. Ik zit in een organisatie, volledig vrijwilligersorganisatie. We worden voor geen van onze projecten eigenlijk betaald. En ik moet wel zeggen dat het sowieso gezien de economische situatie een beetje moeilijker is om fondsen te werven. Dus ik denk ook voor hun zal het veel moeilijker zijn. Maar er zijn nog steeds mensen die bij ons komen om te joinen. Dus dat wil zeggen dat ergens je hart toch op een goede plek is. Ja. Want het is echt gewoon liefdewerk. Want je wordt er absoluut niet voor betaald. Ja. We nemen dan ook mee de recente ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. We hebben dan gehad dat de Vereniging van Medici in een actie zou gaan. Een actiedreiging was er. Dat is dus helemaal afgeblazen. Er zijn gesprekken geweest met het ministerie van de Volksgezondheid en ook met het Staatsziekenfonds. Ook de apothekersvereniging die heeft gezegd van nou, alles is on hold gezet. En we gaan verder werken. Men is ervan gegarandeerd dat men dat zijn dan de recepten kan afgeven als SZF-cliënt en dat men dus wordt behandeld. Maar ik wil toch weten, hoe zit het bij de Nationale Bloedbank? Mm-hmm. Zijn er ook zaken van nou, we moeten ook worden betaald voor onze diensten door ziekenhuizen en misschien door het SZF? En hoe zit het daarmee? Is men op tijd met het betalen? En ja, is er ook iets als de verzekeringen die ook erbij moeten komen? Dat moet ik even, moet ik even parkeren. Ik heb wat dat betreft niet in-depth informatie. Maar sowieso is het een algemeen probleem. Ja. Het is niet alleen, je merkt het. Je merkt het aan want wij houden ons sec bezig aan kwalitatief bloed, toch? En de testen eromheen. Ja. En we moeten het ook leveren aan... Het wordt geleverd aan een ziekenhuis. Het wordt geleverd aan een ziekenhuis. Okay. Maar het enige probleem is, we kunnen niet leveren wat zij aanvragen. Ja. Omdat het gewoon er niet is. Ja. We hebben niet genoeg. Ja. En daarom zijn we dus bezig. Okay. En grijpen we met
volle armen voorstel. Ja. En we zijn er blij mee. Oké, okay. Een laatste oproep. Mm-hmm. U mag dat doen. Oké, van deze plaats uit willen we dus alle Surinamers die de leeftijd hebben bereikt tussen 18 en 55 jaar, om hun medemenslievendheid te tonen. Hoe jonger je begint, hoe beter. Ja. Dan ga je, je gaat jezelf in die richting brengen, zodat je gezond blijft. Ja. En dan roepen we ook de mensen die daarvoor een tijdje zijn gestopt, komt u weer terug, want we hebben u nodig. De medemens heeft u nodig, de zieke mens heeft u nodig. Ja. En het Surinaamse Rode Kruis, staat aan de Rode Kruislaan. Ja, nummer 24. Leg zodat Rode men toch weet hoe men daar terecht moet komen. Oké, wij staan aan de Rode Kruislaan nummer 24, precies op de hoek. Ja. Want daarnaast hebben we dan Surinaamse Rode Kruis. Okay, wij zijn Nationale Bloedbank. Nationale Bloedbank. Ja. Ja, dan gaan we dan dit onderdeel afronden. Ik bedank dus Melissa Havait van Rotaract. Zij doen dat project dus. En het is eigenlijk om te zorgen voor de werving van nog meer bloeddonoren voor de Nationale Bloedbank. We besteden dan ook aandacht aan dat internationaal nieuws. Zuid-Afrika, zoals ik eerder zei, wordt getroffen door extreme droogte. En het water raakt op. Zeker in de miljoenenstad Kaapstad. En als het niet snel genoeg begint te regenen, komt daar tegen midden april geen drup meer uit de kraan. Mensen mogen nog maximaal 50 liter per persoon per dag verbruiken. Douchen mag nog hooguit 2 minuten en zelfs het toilet doorspoelen is beperkt. En u kijkt dan ook zo naar de volgende beelden, waarbij u ziet dat het water een lage, zeer lage stand heeft in de rivier daar. En mensen staan in de rij voor kraantjeswater in Kaapstad. Sinds vandaag is het verbruik nog maar eens beperkt. Nu mag je niet eens meer dan 50 liter per dag per persoon verbruiken. Vorige maand was dat nog 87 liter. En zo maken we dan mee wat er dan gebeurt in de wereld als het gaat om dat van de drinkwatervoorziening. En dat hebben we dus gehad in Zuid-Afrika. Het andere nieuws, 18 mensen zijn in het centrum van de Chinese stad Shanghai gewond geraakt. En een bestelbus is op hen ingereden. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt nadat er brand ontstond in het voertuig. In Shanghai is een bestelwagen ingereden op de voetgangers dus. En daarbij zijn er zeker 18 personen gewond geraakt. En dat bericht de regering van de stad Shanghai. We zijn gekomen aan het einde van deze Mand en Takkie. We hebben een weekend voor ons. We gaan ervan uit dat u zich houdt aan de regels. We willen geen verkeersongevallen hebben in het weekend. En we willen ook geen andere zaken hebben die niet goed zijn voor onze ontwikkeling, voor onze republiek. De kinderen die hebben dan ook een weekend. Ze laten het leuk met ze maken. En met het gezin en met onze vriendenkring. En praten over zaken die ons verder kunnen brengen in onze maatschappij. We gaan eruit en we zijn er maandagmorgen terug. Goeiedag.